Vandaag zijn we met de klaptafel op bezoek bij het wijndomein Beaumarais. In een prachtige omgeving worden hier lekkere bubbeltjes gemaakt. En met het mooie weer waan je je bijna ergens in Frankrijk. Vanuit de verte hoor ik dat er al vroeg begonnen is met het bottelen van wat na een hele hoop stappen uiteindelijk de lekkere bubbeltjes gaan worden. Beaumarais is een familiebedrijf dat op artisanale wijze deze godendrank maakt. Heel de familie is dan ook druk in de weer bij deze fase, waarbij alles in flessen gebotteld wordt. Hier wordt letterlijk het onderste uit de kan gehaald om tot het beste resultaat te komen. Welkom bij de klaptafel. Wie houdt er nu niet van bubbeltjes? Ik wel. De ene noemt het champagne, de andere noemt het iets anders, cava of zo. Maar bij iedere genegenheid kan je een bubbeltje gebruiken. Ik heb iemand de strikken genomen, ben ik weer al een donder, terwijl ik niet aan de bubbeltjes heb gezeten. Niet minder dan Andries. Dag Andries. Hallo. Ik ben blij dat ik u te strikken heb gekregen, want je bent druk aan het werken. Want je bent de, mag ik dan even voor mij gemakkelijk champagne zeggen? Ja. Ja. Officieel mag het niet. Champagne is natuurlijk een beschermde naam uit Frankrijk. Dus daar moeten de druiven en de vinificatie enzovoort uit die regio komen om champagne te mogen noemen. Maar wat wij hier maken is eigenlijk wel hetzelfde. Het zijn dezelfde druiven, dezelfde manier van vinificatie, ook van opvoeding, tweede gisting op fles. En dat is hetgeen wat wij vandaag aan het doen zijn. Ja, het is hier, ik kom hier van het ene naar het andere. Ik ben helemaal verwonderlijk. Wat een gedoe dat dat allemaal is. En zelfs dat het een jaar moet wachten eer dat we eigenlijk de echte bubbeltjes hebben. Ja, dat klopt. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. De druiven, die doe je hier ook plukken? Ja, Limburgse druiven. Dezelfde champagne druiven, hè, zoals we ze noemen. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Dus de klassieke blend die ook in de champagne groeit. Die gedijt hier ook zeer goed. De opwarming van de aarde maakt dat het allemaal een beetje opschuift. Ja. In het zuiden wordt het warm. Hier komen mogelijkheden om het maken van topwijnen. Andries, kan je mij nog eventjes zeggen welke fase er eigenlijk allemaal is of bestaat van de druif tot de champagne? Ja. Wat belangrijk is, is dat we in de wijngaard gaan controleren wanneer de druif klaar is voor de oogst. Dat is een ander moment voor de mousserende wijn als voor stille wijn. Voor mousserende wijn zoeken we naar een mooie aciditeit, omdat een bubbeltje moet heel fris zijn. Geen te hoge alcoholgehalte is, dat is de eerste fase. Ze worden manueel geoogst, zoals in de champagne, dus niet met een machine, allemaal trosje per trosje. Gaan dan in een pers, waar dat ze met volle trossen geperst worden. Dat is een niet met de voetjes. Niet met de voetjes. Het is een pneumatische pers die heel zachtjes die druiven gaat persen. Eén persing duurt ongeveer 4,5 uur en geeft dan natuurlijk een zeer kwaliteitsvol sap. Ja. En dat is natuurlijk een heel belangrijk item om mee te starten. Goeie druiven, Limburgse druiven. Het is een op en top Limburgs verhaal. De persing met volle trossen. En dan gaat de vergisting gebeuren. We gaan in de winterperiode, wanneer het koud is, gaan we nog een koude stabilisatie doen. Dat wil zeggen dat de wijn gekoeld wordt op min 4 graden. Dan zitten we in het voorjaar. En dan gaan we aan het procedé gebeuren van beginnen van de tweede gisting op fles. Ja. Ook dezelfde methode als in de champagne, waarmee dat we het vat met stille wijn terug suiker en gist gaan toevoegen. Ja. En terwijl dat die al zijn omzetting aan het doen is in dat vat, gaan we hem op flessen. Ja. Dan gaat hij zijn tweede gisting op de fles doen, identiek zoals in de champagne. Dan is het belangrijk dat we die een jaar laten rusten, waardoor dat de dode gistcellen mooi in contact blijven met de wijn en een mooie extra smaakpalet geven. Ja. Daarna gaan wij de flessen gaan degorgeren, waarmee dat ze eerst op een kop gezet worden, waarmee dat de dode gistcellen naar de hals gaan. Die hals die wordt bevroren. De prop gaat eruit van de dode gistcellen. En dan gaan we de definitieve kurk erop zetten. Amai, dat is wel een heel proces, hè? Ja, ja. En nadien etiketteren, verpakken. Let's go. Oké. En het zijn dus ook echt werkelijke Limburgse druiven. Het is een op en top Limburgs verhaal. Van druif tot fles.
De verkoop zit vandaag ook heel veel geconcentreerd natuurlijk in Limburg. Ja. Local is de nieuwe black. Ja. Toen het de coronaperiode was, had je toen meer tijd om daarmee mee? Of maakte dat dan eigenlijk niet uit? Het was een periode waarin dat wij de webshop geïnitieerd hebben. Omdat toen al de winkels dicht waren, de mensen die met onze producten werkten, ja, die konden niet verkopen. Dat was een heel moeilijk verhaal. Dus hebben we gestart met onze webshop. En een webshop die vandaag wel zeer goed werkt. Ja. En de wijnen worden vanaf 12 flessen worden ze gratis verzonden. Dat vind ik ook een belangrijk. Ja. Klantvriendelijkheid. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En noem eens de naam van de webshop. www.bomare.be/shop. Mooi. Maar ook de lokale handel werkt met onze producten hier in de regio. Waardoor dat onze producten vandaag zelfs in sterrenrestaurants aanwezig zijn. Ja, heel leuk. Dit is ook een familiebedrijfje. Ja. En hoe lang doen jullie dat al? Het is begonnen als een pure hobby door mijn ouders in 2010. Nee. Ja. Zeg. En dan ben je cursussen gaan volgen of... Ja, we zijn er met de familie ingerold. We waren al echte wijnliefhebbers, hadden wel al wat notie van wijnen. Maar natuurlijk niet van het vinifiëren enzovoort. Dus daar zijn wij heel veel cursussen voor gaan volgen in binnen- en buitenland. Stages gaan lopen ook bij mensen die natuurlijk al heel goed onderlegd zijn in deze job. Ja. En dat was ook zelfs in België al actueel op dat moment. Ja. Nu is er natuurlijk heel fel aan het opkomen de laatste jaren. Ja. Maar toen, in 2010, was er ook al zeker wijnbouw in België. We hebben in het begin geen wijnen gemaakt om te commercialiseren. Dus we hebben echt de tijd genomen om een aantal jaren te experimenteren. Om dingen uit te proberen waar dat natuurlijk betere en minder betere zaken zijn uit voortgevloeid. Ja. En we zijn echt gaan wachten totdat we het echt onder de knie hadden en echt onze procedés hadden zoals wij ze wilden, om dan pas op de markt te komen. Dus buiten de bubbeltjes maak je ook wijn? Ja. En als particulier kan je ook bij je kopen? Klopt. Kan je mij eens een keer zeggen hoeveel graden zo een bubbeltje heeft van alcohol? Of? We beginnen met de basiswijn die een alcoholpercentage tussen de 10 en de 11% heeft. En hij doet er ongeveer een graadje bij van het moment dat die tweede fermentatie op fles gebeurt. Want dan zet hij natuurlijk de suiker ook weer om in alcohol. Wat maakt dat zo'n eindproduct gemiddeld 12,5% is? Ja, dan heb ik nog zo een vrouwelijke vraag. Als jij nu die fles geopend hebt, hè, daar zit een kurk op, je hebt die geopend. Ik krijg die kurk daar nooit niet terug in. In de champagneversie gaat dat niet lukken, omdat die natuurlijk enorme druk heeft. Mm-hmm. Wat die gaat uitzetten, ook door de vochtigheid erin. Dus een champagnekurk ga je er nooit meer terug. Moet dat eigenlijk donker zijn als je dat bewaart? Dat was nog een vraag. De flessen die wij nu op tweede gisting zetten, mm-hmm. die gaan inderdaad donker bewaard worden op een temperatuur van om en bij de 12 à 14 graden. Waarmee dat de tweede gisting op de fles heel rustig gaat gebeuren. Hoeveel te rustiger dat die dat doet, hoeveel te kwalitatiever dat is. Vandaar die 12 à 14 graden die je ook kent vanuit de kelders in de champagne. Ja. Dan gaan wij het hier bovengronds doen in koelkamers. Ah, oké. En dat heeft dan altijd diezelfde temperatuur? Zelfde temperatuur en donker. En als flessen worden er vandaag genoemd, je gekurkt? Of we zetten ze op fles, dus gebotteld, fles, gebotteld, voor, sorry. Gebotteld voor de tweede gisting. Dat zijn vandaag 2500 flessen. Oh. Ja. Hoeveel uurtjes ben je bezig? Op één dag zit dat helemaal zit dat erin. Okay. Hele handen maken licht werk. Dus we hebben de ouders, we hebben de schoonouders, mijn vrouw. Dus we zijn toch wel met een aantal. Okay. Ja. Ik dank je heel hartelijk voor dit interview. En ik zou heel graag terug willen komen filmen voor de volgende fase. Want wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we de wijn van vorig jaar, die we vorig jaar op fles gezet hebben, die blijft een jaar sur lat liggen. Die gaan we dan degorgeren. Dat wil dus zeggen dus dat we die stilletjes aan op zijn kop gaan zetten, voordat het vuil dat in de fles zit, de dode gistcellen, eruit gehaald worden. En dan komt de definitieve stop erop. Okay. En dan is die klaar, dan moeten we hem nog etiketteren en dan kan die verkocht worden. Oké, dankjewel. En dan ben ik er zeker hier als ik nog mag komen. Absoluut. Oké. En ik zag jullie zeker een keer een kijkje nemen op de webshop. En kan je zeker een flesje bemachtigen. En tot de volgende keer. Dag.
Wat een boeiend verhaal en wat een mooie omgeving. Dit gaat zeker nog een vervolg krijgen. Meten is weten. Dat is bij wijn heel belangrijk. Hier zien we een barometer die op de fles zit. Ja? We hebben nu heel wat flessen gebotteld. Ja? Maar om te zien of dat die nu werkelijk aan het gisten is op de fles, ja? Hebben wij regelmatig een controle met een barometer. Waarmee we binnen een paar dagen gaan zien dat dat metertje op 6 gaat. Als dat zo is, is het dan kunnen we op ons niveau staan. Het is prachtig om te zien met wat voor een overgave hier samengewerkt wordt om tot het beste resultaat te komen. Het wordt dus zeker vervolgd. De Klaptafel geeft in samenwerking met Catering Express 10 weken lang iedere week barbecuepakketten weg. Iedere week barbecuepakketten te winnen, 1 keer 4 personen en 2 keer 2 personen. Hoe kan je een barbecuepakket winnen? Iedere donderdag om 20 uur plaatsen we op ons YouTube-kanaal een nieuwe reportage. In deze reportage staat een code. Mail deze code naar christel@deklaptafel.be. Bij de code staat vermeld hoeveelste mail de prijs wint. Hey, hallo, welkom bij de Klaptafel. Zoals je ziet, zit ik helemaal in de bloemetjes. Mijn naam is de Bloemenmaat en dat ligt daar een beetje gevraagd. Samen met de bloemis, Passiflora uit Zonhoven en de Klaptafel gaan we bloemetjes wegschenken. Iedere week opnieuw. Wat moet je doen? Als jij nooit weet welk bloemetje je kiest, dat je zegt, die persoon verdient een bloemetje, stuur dan het verhaal waarom dat ze een bloemetje kiest. Dus op de klaptafel.be. Wat moet je doen? Natuurlijk het verhaal sturen. Ons volgen. Zeker op Passiflora Gilmanis Troon op haar Facebook-kanaal. En wie weet kan jij iemand gelukkig maken. En ik wacht op jouw verhaal. Daag!